Hey iedereen, je hoort het misschien al. Mijn stem is echt zo slecht en je ziet ook aan mijn ogen. Ik ben echt zo extreem ziek al heel de tijd. Ik wil niet naar de dokter gaan, ik weet niet waarom, maar ik hou niet zo van dokters en alleszins niet als het gaat om iets van mijn keel. Want ik haat het als mensen aan mij komen. Vlogs is echt zo minimaal geworden op channel. Dat heb je waarschijnlijk ook al gezien. Maar het is niet omdat ik echt extreem ziek ben dat ik niks doe. Want als je hier kijkt, ligt er een map. Je ziet wel niet zo extreem goed. Een map met allemaal stuff. Ja, dat is iets raars in je plan. Ja, dat is de map voor de site van Do What You Want. Ik ben daarmee begonnen, nog niet zo lang geleden. Ergens deze week. Ik had nog oude sketches liggen. En er was eentje bij dat een paar van mijn klas en van mijn vorige klas en gewoon vrienden allemaal extreem tof vonden. En ja, het begon met iets heel droog. Ja. We zaten met iets in ons hoofd van op tv. En ja, we hebben dat opgeschreven en helemaal beginnen veranderen. En het was gewoon hilarisch. De leerkrachten begonnen ook te lachen en al. Ja, ik spreek wel extreem stil. Sorry daarvoor, maar ja, ik kan daar niet zoveel aan doen. Terug naar de site. Op de site komen er previews van games. Er komen ook evenementen en nog allerlei stuff. De evenementen zullen meestal zijn voor de sketches en de pranks. Als je zou komen. Want het kan ook soms zijn dat we het bescheiden voor onszelf zou houden. En ja. Als je zou komen, kom je zeker en vast in de. Sorry voor mijn keel. Kom je zeker en vast in de video. En ja. Daarbij ook op YouTube. Dus ja. Ik ben blij dat Kenzie nog verder met de games doet. Maar ja. Hij heeft ook bijna examen. En ik heb ook bijna examen. En. Dat is chaotisch. Want ja. Ik zit in STV. Dat is een niet zo zware richting. Maar één van mijn hoofdvakken en twee van mijn bijvakken zijn extreem slecht gewoon. Frans is een van mijn hoofdvakken. Eerst had ik daar 78 of zo voor. En nu 50. Gewoon door werkwoorden. Maar ja. Heel het jaar staat aan de ban van die werkwoorden. En vorig jaar heb ik al geen werkwoorden bijna gehad. Want ja, ik ben veranderd van school dan. En ik heb extreem veel gemist. Dus ja. Dat is niet zo goed. dus ja, daar kom ik extreem veel op achter. Dan heb je nog geschiedenis en aardrijkskunde. Aardrijkskunde is zo saai. Echt niet normaal. Dat is de dinsdag. Ja, dinsdag namiddag, laatste 2 uur. En dat is zo. Die laatste 1 uur. Ja, 2 uur. Het voelt als 2 uur, maar het is maar 1 uur. En dat is echt zo van. Harapper. Maar we hebben zo'n slechte leerkracht. Dus ja, dat is makkelijk voor uitleggen. En dan ja, geschiedenis. Vroeger ging dat. Dat waren gewoon vraagjes. En daarnaast antwoorden. En die vraagjes stelden ze op het toets. En nu moet je een hele lijst gaan aflopen voor gewoon een paar vraagjes. Logica. En ik ben toch zo dom om geen atlas mee te doen. We mogen altijd een atlas gebruiken. En daarin staat meer dan 75% van de antwoorden. En wie heeft er de atlas weer niet mee? Ik. Ja, en
ik zit ook met een probleem eigenlijk. Volgende week of volgende week, het is al te zien, moet ik afspreken met een jongen en een vriendin. En ja, als ik zo fucked up ben, heb ik een scheethumeur. Niet normaal. Nu heb ik ook echt een scheethumeur. Mijn ouders, sorry, mijn ma en mijn broer zitten al de hele week op Minecraft. Niet normaal. En dan komen ze vragen. Ja, Aisha, doe een keer, moet je dat hier doen, zo'n redstone parcoursje? En dan is zo van, moet ik dat echt doen? Ze zit echt al 4 fucking uur per dag op Minecraft en ik een half uur. Ik ben echt zo van, stop nu, doe nu dat. En zij zei, ah ja, ik ga wel stoppen, maar ja, niet toch niet. Dat is gewoon raar bij mijn ouders. Mijn pa heeft ook bij GTA 5 online. Je begint te spelen met een vriend tot 5 uur in de nacht. 5 uur, weet je wel hoe lang dat is? Dat is gewoon die pio. Maar ja. Ik hoop dat de site beter gaat. En maar ook mijn stem haal ik opeens veel beter. Dus. Good job. Good job. Ik ga misschien nog naar de dokter gaan. Ik weet niet of dat gaat lukken. Want het is zondag. Maar ja. Ik kan maar proberen. En het zou ook een keer tijd worden. Want 3 weken als een zombie rondlopen is niet plezant. En dan zeker niet als het gaat om amandels. Dus ja. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef alvast een blauw duimpje. Laat een comment achter. En abonneer op ons channel. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Ciao.